Wat? Kijk hier, een admin tool. Lol, de admin tool? Ja! Wat? Oh my god, wat? Wat de heck? De admin van mijn dorpje heeft een geheime kamer. Kijk dan! Hey Gino. Yo. Hallo muis op Potgrond. Super tof dat jullie kijken deze gloednieuwe Mindtopia video. En ik ben hier vandaag samen met Gibo. Gino! Hallo. Ik ben hier samen met Gino. En Kenny en Dylan zijn... Ik weet niet waar, voor mij zijn ze verdwenen. Ik weet niet vakantie. Waar ze zijn. Vakantie. Voor mij was Dylan naar Mars op vakantie en Kenny naar... Jupiter. En dat lekker ver weg. Met de fiets zijn ze allebei, dus dat is wel leuk. Dus misschien zien jullie ze binnenkort weer. Maar we gaan vandaag inbreken in Mytopia. Dat hebben we al zo lang niet gedaan. Dus dat gaan we vandaag doen. En... misschien mensen in Mytopia weten wel, we staan op dit moment voor het huis van... Slashplot. De enige echte... Info Kildor. Nee, we staan voor het huis van Kildor en dat is natuurlijk de projectleider van Mytopia. En tevens ook een hoge admin op de TDG-server. Ik heb geen idee precies, maar hij heeft voor mij een admin. Dus daar gaan we vandaag inbreken, want volgens mij heeft hij een balkon. Of in ieder geval een torentje heeft hij daar zo. Dus misschien dat we ergens naar binnen kunnen. Hij vindt het hartstikke leuk dat wij even bij zijn huis komen kijken waarschijnlijk. Ja, ik denk het ook wel inderdaad. Maar voordat we gaan beginnen, laat alvast even een blauw duimpje omhoog achter. Voor als Elmo. Je dit een tof video vindt. Niet voor Elmo, maar wel doe het wel voor ons. We gaan voor de 10.000 likes jongens, dat gaat lukken 10.000. Toch? Het grootste aantal volgers dat je bij mij kunt kopen is 50.000. Ja, dat gaat lukken. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Check Gino mijn Instagram ook. Er staat nu in beeld en ook bovenaan in de beschrijving. Volg ons en ik zou zeggen, laten we gaan beginnen. Hij heeft voor mij best wel veel spullen. Hij is een beetje... schoentjes van Kildor. Hij is een beetje het archief, maar dan openbaar. Ja. Kijk wat hij allemaal heeft. Wow, hij heeft wel coole kleding hoor. Ja, hè? Dan bij de Full Red Diamond of zoiets. Full Red Diamond. Hier staat Finisher... oh, gast. Finisher Furb Hat. Gast. Wacht, ik ga naar zijn achtertuin. Hij heeft een hondenhok. Oh lol, er zit wat onder misschien. Of niet? Ik wil eronder kijken, maar ik kan het niet zien. Kijk dan. Verder heeft hij niet zoveel. Hij heeft een schuurtje, zie ik. Oh ja, een schuurtje. Is daar wat? Ik kan wel dingen openen, maar ik denk niet dat dat handig is. Oké, het schuurtje staat alleen een paar stomme kisten. Nee. Hoe komen we boven? Ik denk dat we vanaf het dak meer kans maken. Maar... dus... heeft hij een balkon? Ik heb het nog niet eens gezien eigenlijk. Jawel, volgens mij heeft hij een balkon. Kun je daar niet naar binnen? Ja, kijk dan. De deur staat gewoon open. Waar? Die in het torentje. Oh lol. Ik heb dat niet gedaan, hè? Even serieus. Oh, ik wist dat hij daar een deur had. Ik wist dat hij ergens een deur op het dak had. Voor mij was het een luikje, maar dacht hij ik. Heeft toch ook wel een balkon, maar... of niet? Zou toch wel? De voorkant of zo. Heeft hij hier geen balkon? Hier staat hij een balkon. Wij wouden via het balkon naar binnen. Ja, ga naar voren. Daar heeft hij een balkon. Ja. Oeh, ja, dat was eigenlijk het plan. Maar die deur daarboven, dat kan ook. Oh, oké. Ja, ook gehaald. Oké, we gaan weer oud inbreken dus. Oud potgrond. Gino is een beetje verleerd, zo te zien. Maar ik niet. Oei, oké, ja. Let's go. Ja, hij heeft een balkon, denk ik. Jawel, ja, dit. Staat het ook open gewoon? Kan je daar ook naar binnen? Laat me kijken. Dit is een raam. Ik hoop niet dat hij in Vanish mee zit te kijken, want anders zal hij zo... dat zou ook kunnen, dat zou gewoon kunnen. Eerlijk? Ja. Ik denk dat we naar deze boom toe moeten, want volgens mij kan je naar deze grote boom. Ja, kijk, je kan op dit blaadje. Kom hierop. Oh, dit gaat helemaal goed komen, joh. Oh ja, kijk dan. We kunnen nu op het dak. Oké, Gino, ben je klaar om te vliegen? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, waar daar naar die punt, denk ik, hè? Ja, gewoon op het dak. Dan kunnen we alle kanten nog op. Oké, go. Oké, ik heb het gehaald. Gast, Gino. Gast, tweede chillax, keer. Chillax. Oké, ik ben helemaal beneden. Oh my god. Hier staat voor me echt... ja, die deur staat gewoon echt open. Maar... oh, de volgende deur staat ook open. Ja, wat de heck. Je kan gewoon helemaal door zijn huis heen. Hij is gewoon naar buiten gegaan en heeft de deuren gewoon niet achter zich dicht gedaan. Ja, dat denk ik. Maar daarvoor heeft hij ook geen balkon. Maar er staat toch iemand anders op plot, toch? Ja, Merel Mine. Misschien heeft hij dat wel gedaan. Ik weet niet wie dat is, maar nog nooit van gehoord. Ook niet. Alt-account. Alt-account. Oké, Gino, als jij even naar boven klimt, dan wacht ik eventjes. Doe maar even 10 hours later. 2000 years later. Ja! Pakee! Ja, eindelijk. Oké, Gino is dus op het dak. En we gaan nu naar binnen toe. Zullen we kijken of hij een balkon heeft hier aan de voorkant? Maar dan hebben we best wel geluk gehad. Dat ja, dan hebben we geluk dat deze deur open stond. Weet u dit zeker? Straks kijkt hij mee en dan gaan we naar binnen en dan zo... nee, hij mag toch niks doen. Alleen politie mag wat doen. Ja, maar het is wel gewoon inbraak bij een admin, hè? Ja, je weet wel wat er bij Duffy is gebeurd. Ja, klopt. Ik wou bijna zeggen throwback, maar laten we dat maar niet doen. Want die video is niet meer online. Oké, laten we in het huis van Kildor gaan kijken dus.
niet heel slim. Oh, hier staan banners. Wat is dit nou weer? Dat zijn handdoeken. Handdoeken, ja. Wat de heck? Kijk, hier is dat hele huis dat vol met setjes. Oh, hij gebruikt zelfs die arm. Ja, hij gebruikt die zelfs. Oh nee. Nee, iemand heeft gewoon verkeerde anvils gebruikt. Oké, lol, alle deuren staan legit open in zijn huis. Dit is echt een soort archief. Sonic, ik wist niet eens dat was een Enderman met een blokje. Hé, maar wel handig dat hij het even open laat staan. Wist je dat dit er was? Zie je een Enderman met een blokje? En een Sonic, een biggetje? Komt dat niet toch, of zo? Misschien komt dat nog wel. Nou, misschien is het er al wel, maar dan weten wij het gewoon nog niet. Misschien komen wat dingen tegen die nog moeten komen. Dat zou best kunnen, ja. Laten we echt alles doorzoeken. Hij heeft wel een vet huis. Hij heeft dingen die normale spelers niet kunnen. Wat is dit? Hier staat een bordje. Bordje. Oei. Spannend. Oké, laten we doorgaan. Hey! Potgrondfan. Oh, ik dacht al. Oh, grote potgrondfan dus, Kildor. Geeft niet, maakt niet uit. Heeft iedereen. Batman setjes, Superman of dingen setjes. Wat heeft hij nog meer? Wow, dit is van mijn lizer. Wat? Waarom heeft mijn lizer een kamer in het huis van Kildor? Het ik is kan hem openen, hè? Zou ik hem openen? Nee, niet doen. Eén kist ook gewoon maar. Verder helemaal niks. Oké, wat is hier? Alles staat open. Kisten. Niks bijzonders dus. Oké, heeft hij hopelijk niet nooit door. Een badkamer. Met een wc'tje. Dat is een eend. Gast. Een eend. Oké, wat nog meer? Dit staat ook open. Potions. Oh, zijn iPhone ligt hier nog. Wat zeg je nou? Ik heb zijn iPhone. Oh my god. Hij heeft zelfs potions. Oh lol. Voor mij is dat nergens in de game. Wat zou ik dit openen ook? Jawel, dat is wel. Dat staat ook gewoon in mijn huis. Oeh, dit is helemaal niks. Oké, laten we doorgaan naar beneden. Hij heeft kelder. Hij heeft een grote kelder, weet ik. Wat? Kijk, hier een admin tool. Lol, een admin tool? Wat de heck? En hier staan schoentjes van Kildor. Wat en kijk dit dan. Diamond en Goldblocks, dat zit helemaal niet in de game. Een admin tool. Maar zou er iets in zijn schoen zitten? Ik weet niet, ik ga niet kijken in chesten. Nee, dat ga ik niet doen. Oké, hier heeft hij red diamond. Hier is er allemaal blocks. Hier een kompas. Oh, long kompas. Wat de heck? Een hoofd van iemand? Geen idee. Dit is het alien setje, kijk. Hij heeft en wat is dit? Zullen we dit kijken? Wat dit is? Waar staat dit? Dit is huiskamer. Kildor 1 jaar PL. Wat is Kildor 1 geweest? Jaar PL setje. Ja, ik weet niet. Het is zo rood als Elmo. Dat zou me goed bij. Wat is dit dan? Enchanted. Wajo. Zullen we dat meenemen? Nee, gast. We kunnen hier niks meenemen. Hoe vaak komt die PL in zijn huis? Hoe vaak komt alles staat open. Dus blijkbaar wel een aantal keer. Nee, of juist niet. Of hij daar... ik weet niet. Zijn schoentje staat er nog wel. Diamond gear hier. Hij heeft dit. Ik heb geen idee wat dit moet zijn. Oh, hij heeft de kerstspullen nog niet weggehaald. Dus, nee, nog niet. Hij heeft ook al van die gekke blokjes in die itemframes. Hier, redstone blok. Die hingen hier ook allemaal. Is hier nog meer? Oh, hier zit een trap. Wacht even. Hier zitten nog twee kamers. Alleen deze zit dicht. Oh, wat staat erop? Event shizzle. Oh mijn god. Hier zitten event spullen in. Hele belangrijke event spullen, denk ik. Als het in zijn huis ligt, oké, daar gaan we niet in kijken. Gaan we naar de kelder dit? Toe? Dit is een badkamer? Ja, er was toch een andere kelder, dacht ik? Nee, deze alleen. Er was toch op een... Voor mij, ik dacht dat die kelder onder de trap zat. Nee. Kijk, wat heeft hier? Een bioscoop. Hier staan bordjes. Wie is Beeld dat? Beeld koala. En wat is dit überhaupt? Zit de afdruk van zijn hoofd. Kijk, dit is gewoon een bioscoopzaal. Maar voor mij is dat maar de enige in heel Mytopia. Een trapdoor. Oh! Misschien kunnen wij de film... Oh, ga ik ervoor staan. Dan zie je kijk, zie je dat op het scherm? Ja, ik zie het. Je lelijke hoofd zit daar. Kijk. Gast. Lol, hij heeft een tweede kelder. Oh mijn god, geheime kelder, gast. Ik weet dat hij 3 kelders heeft. Kenny heeft dat een keer gezegd. Ik weet dat. Kenny zei dat Mark als enige 3 kelders had in een huis. Dus we moeten... Maar waar is dat? Dit zijn er 2, toch? Kan niet. Jawel. Oh, hier zitten wel allemaal levers en knoppen. Zou ik die allemaal indrukken? Nee, kan niet. Kan je niet zomaar doen, toch? Wacht, ik druk alles in. Zeg als je een pistool hoort, oké? Blijf rondlopen. Druk al die knoppen in. Ja. Hey, weer potgrondfan. Hey. Hier zitten knoppen. Wat? Heeft hij serieus een geheime kelder? Nee, toch? Ja, wel. Denk het wel, want Kees had die 3 kelders had. Hier, bij de bank. Ook niet? Dan deze levers. Nee? Nee? Nee. Ook niet? Deze dan. Ja! Wat? Oh my god, wat? Wat de heck? De admin van mijn dorpje heeft een geheime kamer. Kijk doe dan. Doe nog eens. Oké, laat ik deze terug doen. Wat de heck, ouwe?
Een admin met een geheime pistendeur. Kijk dan. Gast. Ik wist het oprecht niet. En hier kan je hem dicht doen. Oh my god, wat we hier gaan zien... moet bijzonder zijn. Wat is dit? Wat zit hier? Een bowlingbal? Oh nee, dit is een kluis. Die staat open. Lol. Verboden toegang. Verboden toegang. Oh, Stefan, kijk hier. Wat zie je allemaal? Wat zie je ja, hier chesten zit hier. Maar Setjes. Setjes? Oh, er staan er setjes. Maar Stefan, hier kunnen we echt niet naar binnen. Dit is verboden toegang. Nee, dit is verboden toegang. Al gaan we bij een admin. Wat staat erop? Spelers, nog wat eens. Afhandelende spelers. Dit moet wel bijzonder Ik weet het zijn. Niet. Oké, kijk, als jullie dit kunnen lezen wat er op deze sign staat. Dan zouden jullie dus weten wat er in de kluis van een admin zit. En daarboven... probeer dat goed in beeld te krijgen. Hier staat afhandelen spelers. En hier zitten allemaal setjes. Kijk dan. Maar Steven, kunnen we echt niet heel even binnen kijken? Nee, dat ga ik niet doen, man. Ik ga niet in de kluis van een admin kijken. Dan hebben we echt problemen, ouwe. Kijk dan, wat de heck. Het is gewoon een geheime kluis hier zo. Een geheime kelder. Hij heeft 3 kelders. Dat is echt bizar. Bro. Oké, laten we hier uitgaan, denk Gino. Want we zijn lekker lang genoeg geweest. Oh, gast. Als hij... ons nu ze mee te kijken. Auw. Ja, stel voor hij kijkt nu mee, hè? Ik denk het niet, anders had hij al lang wat van gezegd. Anders had hij wel ingegrepen, sowieso wel. Holy damn, ouw. Dus maar de wie wist admin dit van Mytopia heeft gewoon hier een geheime kamer. Ik ben benieuwd wie inderdaad. Er in de reacties weten of dit wisten, überhaupt. Ja, inderdaad. Echt een goeie. Holy damn. Dit wist ik niet, hoor. Ik ook niet. Het is altijd in één keer dacht aan Kenny dat hij een keer hierover ging vertellen. Dat hij hier was geweest en dat er een extra kelder zat. Ja, Kenny komt overal, joh. Ja, wat de heck. Oké, kom. Nee, Steven, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik ben al buiten. Gino, kom. Steven, alsjeblieft. Gino, kom. Steven, alsjeblieft. Kielder is er boven. Nee, helemaal niet. Kom, sukkel. Oké, kom. Oké, laten we hier uitgaan, gasten, voordat hij zo ten echt komt. Hoi, daar heeft dus daar een kelder, nog een kelder, hier een derde kelder, een bioscoop en één dik huis. Ik denk wel dat hij het vetste huis heeft in Mytopia. Een admin tool, ik wil toch... Nee, dat zullen we een setje meenemen? Dude, dit zijn een van zijn bijzonderste setjes, want dat Hoe is vaak van mezelf. Komt de DDG admin in zijn huis? Ja, en als dit er komt, dan merkt hij het gelijk, Stefan. Hij is niet gek. Als je nou die hele kamer leeg haalt, dan niet. Nee, gast, kom. Neem dit mee. Doe normaal, Stefan! Nee, kijk. Nee, doe normaal, dit kan je niet maken. Dit werkt kijk. Toch 100%? Hé, wat zit er in deze hopper? Lava, what the fuck? Lava. En hier zit alien setje. Al nemen we nou alle setjes mee. Stefan, doe even normaal. Mag ik dan deze red diamond hebben? Nee. Neem alleen de huiskamer mee, dat valt niet op. Stefan, doe eens normaal. Dat kan je niet jatten. Niemand. Oké, laat deze hangen. Oké, misschien alleen die enchant stuk, ik weet het niet. Of de non-enchant ook. Ga je non-enchant denk ik terug. Non-enchant kill door. Anders, zoals deze iron ding. Nee, ik neem zo. De enchant mee. Enchant kill door 1 jaar PL setje. Gast, hier ga je echt gezeik mee krijgen als die hierachter gaat komen. Hè? Want nee hij joh, kijk. Ik heb een goed idee. Kijk. Chestplate. Zo. Oké, kom. Gast, dit heeft hij niet door. Heeft hij schoentjes van kill door? Laten we daar niet in gaan kijken. Ik kon niet in chesten kijken. Oké, we nemen dit gewoon mee. En als we problemen krijgen, dan zien we het dan. Ja, maar dan krijg jij de schuld, hoor. Holy ik heb damn. Hier niks mee te maken. We hebben zoveel geluk dat deze deur open stond. Maar ik denk dat we hier nu wel weg moeten, man. Hey, nog meer potgrond. Ja, hij heeft overal potgrond. Kill is groot potgrond fan, blijkbaar. Hey, oké, laten we wegvliegen dan. Ik weet dat daar een pleintje is. Ja, vlieg je naar dat pleintje toe. Ha! Noep, ik heb het wel gehaald. Gast. Oké, mensen, bedankt voor het kijken deze video. Als je dit nou tof vond, weer een echte leuke inbreekvideo. En ik hoop dat jullie het spannend vonden. Laat even een dikke vette like achter op deze video. Ga voor de 10.000 likes, zoals ik al zei. Dus laat even een like achter, dat gaan we makkelijk halen, 10.000. Makkelijk, gast. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal natuurlijk. Gino, mijn Instagram staat nu onder in beeld. Volg ons allemaal even op Instagram. En staat ook linkje bovenaan in de beschrijving als je ons wilt volgen op Instagram. Dus doe dat eventjes. En dan zou ik zeggen tot de volgende video. En laat weten als je vaker een toffe inbreekvideo wil van Mytopia. Ik zeg tot de volgende video, mensen. Doei.